Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki juicht initiatief tot Suriname Chinese Business Alliance toe. Regering stelt 50 miljoen Surinaamse dollars beschikbaar voor seniorenburgers. Anfied Ramlakhan volgt Anouska Sonay op als voorzitter ICT Associatie Suriname. Minister Ramsaran stelt samenleving gerust over Baso en BZV-kaarten. Nieuwe brug Lange Tabiki-weg in gebruik genomen. En koester uw leven en waak voor COVID-19. President Chandrika Prasad Santokki is op zondag 30 januari te gast geweest bij de openingsceremonie van de Suriname Chinese Business Alliance. Het staatshoofd is ingenomen met het initiatief om deze alliantie in het leven te roepen. Het is heel belangrijk om de zakengemeenschap te bundelen, aldus de regeringsleider. Hij legde hierbij de nadruk op de economische ontwikkeling van Suriname. Minister Parmanan Siudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Vandaag heeft hier de onthulling plaatsgevonden van het naambord van de Suriname Chinese Business Alliance. En als subactiviteit hebben we de opening gehad van NV Nisat. Hebben we vroeger gekend als Suyafi NV. Wat kunt u ons vertellen over de transformatie van Suyafi NV naar NV Nisat? En wat zijn de vooruitzichten? Sinds 2016 zijn ze bezig, dus laten we zeggen langer dan 5 jaren. En wat ze nu hebben neergezet is een verwerkingshal. Een compleet modern nieuw verwerkingshal voor vis en garnalen. Een ijsmachine langs de rivier met een capaciteit van 100 ton per dag, per etmaal. De grootste gaat zijn straks in Suriname. De directeur-eigenaar, de heer Ma van NV Nisat, heeft ons een video gewezen. En we hebben gezien hoe hij Suyafi had overgenomen. Het was een heel ander beeld dan wat we nu zien. Het laat me gelijk denken aan de huidige regering. De huidige regering heeft ook niet zo'n mooi prachtig Suriname overgenomen. Maar ik heb zeker geloof erin dat ze toch tot een geweldige Suriname van dat zult maken. En vandaag, met de oprichting van de nieuwe businessorganisatie, Business Alliance, geeft u ook inhoud aan de nieuwe richting die wij als regering geven met betrekking tot de ontwikkeling in het land. 今天总商会的成立正好与这些政策是密切相关，结合在一起的。 Want door te bundelen zorgt u ook ervoor dat de belangen van de ondernemers beter behartigd gaan worden. 联合力量就会更好地维护商人的利益。 Door samen te werken, vooral strategische samenwerking, kunt u exploitatiekosten, uw productiekosten verminderen. 更好地合作可以降低那个生产的成本。 Maar als je samenwerkt, kunnen jullie samen jullie producten importeren, waardoor de kosten minder wordt en draaglijk wordt. 合作这个进口呢, 也许可以把这个成本压低。 En kunnen de producten ook goedkoper worden. 那么卖那个东西卖出去就价钱便宜一点。 Dus, Mr. Ma, deze nieuwe business alliance is zeer belangrijk. Ook voor de economische ontwikkeling voor ons land. Sorry, Ma Xingsheng, deze Zongshanghui对于我们苏里南的经济是重要的. Bij evaluatie van 2021 is gebleken dat met het verhogen van de algemene ouderdagsvoorziening AOV senioren die alleen van deze uitkering leven soms onvoldoende bereikt worden. Om die reden is er voor 2022 een speciale faciliteit van 50 miljoen Surinaamse dollars in het leven geroepen om de groep die voornamelijk van de AOV leeft
extra te ondersteunen. Voor invulling van deze faciliteit heeft de regering de assistentie van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst, BBGO, ingeroepen. Er zijn ongeveer 72.000 personen die AOV ontvangen. Deze uitkering wordt per 1 maart opgetopt naar 1250 Surinaamse dollars per maand. In plaats van de AOV voor iedereen verder te verhogen, is ervoor gekozen om de senioren burgers te ondersteunen met een extra bijdrage van maximaal 1000 Surinaamse dollars per maand. Iemand die alleen van AOV moet leven, heeft een inkomen van tenminste 2250 Surinaamse dollars per maand. De regering vertrouwt erop dat de inzet van de BBGO en de verhoging van de AOV zal helpen bij het beter bereiken van de kwetsbare seniorenburgers. Anfied Ramlakhan is de nieuwe voorzitter van de ICT-associatie Suriname. Hij volgt Anouska Sonay op. De associatie heeft op vrijdag 28 januari tijdens haar algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur zal volgens nieuwbakkenvoorzitter Ramlakhan inzetten voor de toepassing van ICT in de groei en ontwikkeling van de verschillende sectoren in Suriname. Ja, inderdaad. Ik ben nu geen voorzitter meer van de ICT-associatie. Ik ga me nu richten op het implementeren van de ICT Vision 2030. U vroeg over wat de mijlpalen zijn geweest van onze bestuursperiode. We zijn in januari 2020 begonnen. En direct nadat we gekozen waren als bestuur, deed de pandemie zijn intrede. Dus we hadden enorme uitdagingen en konden veel van onze fysieke activiteiten niet voortzetten. Maar dat hebben we ons niet laten tegenhouden. We hebben ons niet laten tegenhouden daardoor. En zijn gewoon vlot doorgegaan met onze seminars online te doen, online masterclasses. We hebben een aantal webinars gedaan om de samenleving te informeren over hoe ze ICT en ICT-producten kunnen gebruiken om thuis te werken, om distance education te doen. We hebben voor de overheid, voor het ministerie van Onderwijs, een inventarisatie gemaakt van alle distance education en online learning platformen die beschikbaar zijn en die in Suriname worden aangeboden door ICT-bedrijven. We hebben een debattenserie gehouden samen met de VES en de VSB, de economische dialoog, kort voor de verkiezingen van 25 mei 2020. We hebben ook met de ASFA micro en small medium enterprise dialogue opgestart. We hebben met hun een MOU getekend. En met de VSB hebben we ook opgetrokken om onze input te geven voor het herstelplan. En we hebben ook heel veel stakeholder engagement gedaan. Dus kennis gemaakt met de nieuw aangetreden regering en weer het lobbywerk ingezet. Zodat de nieuwe regering goed op de hoogte was van wat de ICT-sector allemaal kan. Wat zijn onze sterkten, wat zijn onze zwakten, wat zijn de threats en de opportunities. Dus een SWOT ingeleverd. Maar ook wat zijn onze korte termijn targets om in een COVID-wereld toch digitaal te kunnen groeien en die sector toch te laten ontwikkelen. Daar hebben we dus korte termijn doelen, de middellange termijn doelen, maar ook de lange termijn doelen hebben we aan hun gepresenteerd. En het is ons gelukt om de medewerking te krijgen van de overheid, want dat heeft zich volbracht met een memory of understanding met de presidentiële werkgroep e-gov-commissie. Daar hebben we dus een MOU mee. En we hebben het eerste exemplaar van onze ICT Vision 2030, want dat is wat wij vooral doen, vooruitkijken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je je land kan ontwikkelen, je sector ontwikkelt en daarmee dus ervoor zorgen dat de mensen het beter hebben in het land. Ik voel me sowieso opgelucht allereerst, omdat het een periode is geweest van 2 jaar waar ik ook deel was van het aftredend bestuur. Daar was ik commissarislid. En het werd echt tijdens dat er nu verandering kwam in ook de leiderschap binnen de ICT-associatie. Vandaar dus dat ik ook gekozen heb om te gaan voor de voorzitterschap voor de periode 2022 tot en met 2024. Behalve opluchting heb ik ook heel veel enthousiasme. Aangezien er zoveel dat gedaan kan worden in de ICT-sector in Suriname. Zodat we daadwerkelijk de ontwikkeling van de andere sectoren in Suriname kunnen bewerkstelligen. Een heel simpel voorbeeld bijvoorbeeld. Educatie. We hebben COVID gehad, scholen waren gesloten. Er was nog niet een full-fledged, klaargemaakte ICT-oplossing daarbij, waarbij de scholen normaal voortgang zouden kunnen hebben. Dus daar ziet u al de link van ICT
en de educatiesector. Hetzelfde kunnen we doortrekken naar alle andere sectoren in Suriname, waar we willen komen met oplossingsmodellen, oplossingsproducten, zodat we het leven van Surinamers veel makkelijker maken dan het nu al is. Minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de samenleving gerustgesteld over de kwestie rond BASO en BZV-kaarten. De bewindsman zei op dinsdag 25 januari in het parlement nimmer te hebben aangegeven dat kaarten zijn ingetrokken. Hij benadrukt dat premiesubsidiekaarten wel komen te vervallen. In zulke gevallen moet er verlenging worden aangevraagd, benadrukt minister Ramsaran. Er zijn ook vragen gesteld ten aanzien van basiszorg, voorzitter. Ik wil wel dit even meenemen, omdat er toch enkele leden waren. In het bijzonder waren het, even kijken, voorzitter, de leden Sabayo en Mohan, waarbij over basiszorg gesproken werd. Ik wil wel hier aangeven, voorzitter, dat in geen enkel statement, in geen enkel beantwoording dat deze minister heeft aangegeven dat kaarten zijn ingetrokken. Ook geen bedragen van 130.000 mensen. Komt ook niet van deze minister. Wat ik wel aangeef, voorzitter, is dat kaarten komen te vervallen. Dus het is nimmer door het ministerie ingetrokken. Wat wel gebeurt, is net als elke verzekering, dat er een vervaaldatum aan verbonden is. En dat als het komt te vervallen, dat de mensen opnieuw hun aanvraag moeten doen. De verzekeringen zijn komen te vervallen en bijvoorbeeld, de mensen hebben nog geen aanvraag gedaan, aan hun wordt gevraagd om dat alsnog te doen. Want vanwege COVID zijn er ook andere instructies. Instructies waarbij het wel opgevolgd moet worden en wordt er gevraagd om eerst contact te maken voor als u niet goed geïnformeerd bent voor hoe dat moet. Door het ministerie is er de afgelopen jaar ervaring opgedaan en verschillende momenten geweest waarbij ook vanuit uw geachte college adviezen zijn gekomen. Voorstellen zijn gerold, waarbij we dat ook hebben meegenomen. Meegenomen om ervoor te zorgen dat we ten aanzien van de aanvraagprocedure de zaken proberen te verbeteren en te blijven verbeteren. Wat duidelijk is natuurlijk, is dat we onze dienstverlening continu moeten gaan opkrikken en dat de samenleving daarnaar heeft gesmacht dat we moeten gaan versoepelen. Voorzitter, ten aanzien van BASO doelgroep 0-66+, hebben we dat al een aantal keren aangehaald dat het versoepeld is. En dat de mensen toen in 2021 rechtstreeks konden gaan naar een van de SZF-kantoren of BASO-kantoren om hun verlenging te doen. Verder kan ik mededelen dat mochten er mensen zijn in het bezit van een basiszorgkaart, dat is de 0-66+ verzekering, met een vervaaldatum tot max 31 december 2021... en hebben ze hun aanvraag nog niet gedaan of laat ontdekt dat hun verzekering is te komen vervallen, dan kunnen deze mensen alsnog hun verzoek doen, alsnog hun aanvraag doen, want de deuren sluiten niet voor deze mensen dat ze in aanmerking kunnen komen. Dat geldt ook voor alle nieuwe aanvragen, degenen die nog niet in het bezit zijn, maar vanwege de situatie in Suriname nu wel in het bezit van een kaart zou moeten zijn, van een verzekering vanuit basiszorg, een premiesubsidie vanuit de regering, dan kunnen ze alsnog een verzoek doen. Mochten de mensen in het bezit zijn van een BASO-verzekering met een vervaaldatum van 2022, let wel, onderscheiden 2021 en 2022, dan geldt nog steeds onze versoepelende maatregel en dat is dat deze mensen met een kaart die komt te vervallen binnen 2022 rechtstreeks naar het SZF kunnen gaan om te verlengen of naar een van onze basiszorgkantoren. Dus die versoepeling blijft voor 2022. Aan de Lange Tabikiweg in het district Marowijne is er op vrijdag 28 januari een nieuwe brug in gebruik genomen. Het gaat om een constructie die is gebouwd over de Patamaka Creek. In deze is er sprake van een gezamenlijk project van Nieuwmond Suriname Hawkers Construction en het ministerie van Openbare Werken.
Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken toonde zich ingenomen met het resultaat van deze samenwerking. We weten dat we in een moeilijke situatie zitten. We komen uit een situatie van wereldcrisis, economische crisis en dan nog lokale COVID-crisis en dan nog lokaal beleid dat een beetje verkeerd afgelopen is met enorm veel schulden. Dus de komende jaren gaan we het grotendeels moeten doen met lokale bevolking, bedrijven die actief zijn. En het weinig budget van de overheid, de DCW, daar proberen we nog steeds brandjes te blussen in alle districten. Toch? Maar het gaat de goede weg op. En ik ga afsluiten door te stellen dat infrastructuur enorm duur is. We moeten innovatief blijven. Met de begroting redden we het zeker niet. Want iedereen wil asfalt weg hebben. Van waar gaan we dat geld halen? Zoveel belasting krijgen we niet binnen. Toch? Ontwatering is een groot probleem. Maar scholen moeten ook gebouwd worden. Is ook een probleem. Ziekenhuizen willen meer investeren. Dus de investeringskosten zijn enorm en dat red je niet met, op een normale manier. Dus we gaan alle districten een beetje geduld vragen. Langzaam. Dit gaan we ook infrastructuur proberen aan te pakken. Dit is een leuk voorbeeld van bijdrage van het bedrijf. Ik weet dat ook, meneer Deewoom, weet dat ook de weg voor discussie is. Laten we kijken hoe we dit soort laterie wegen kunnen aanpakken. Volgende week ontvang ik de mensen die gebruik maken van de laterie weg Apura, zeg maar Sanderij. Laten we aan tafel zitten. En zo zijn er meer laterie wegen. De laterie wegen vooral in Marwijnen, Borkopondo, Sipaliwini, zijn belangrijk voor de regering. Het is ontsluiting van heel veel dorpen. En de regering heeft beslist dat we meer moeten ontsluiten. Dat is een besluit. En ons ligt nu de kunst om met technologie te kijken hoe we dat misschien op andere manieren kunnen doen, zodat we het budget niet te veel belasten. Dus ik ga van deze kant alvast oproep doen aan alle bedrijven die vooral actief zijn in zeg maar het binnenland van Suriname, het zuiden van Suriname, waar we heel veel gemeenschappen hebben, waar toerismeontwikkeling aan de orde is, vooral boven Suriname, etc. Maar wij een goudontwikkeling, maar ondernemerschap, toch? Dat die gebieden misschien voorkeur moeten krijgen, toch? Want dan kan je het geld terugverdienen. En wij van de overheid gaan binnenkort aan tafel om te kijken hoe we met internationale donoren of met lokale bedrijven zelf, dus ik bedoel niet Nieuwbond, maar de lokale ondernemers en lokale banken om langzaam die infrastructuur overal te proberen aan te pakken. Nog wegen zijn belangrijk voor iedereen, voor transport, etc. Dus dat gaat prioriteit krijgen van ons. In Suriname hebben voor deze maand al ruim 70 personen het leven gelaten. Het aantal aan COVID-19 overleden personen staat daarmee op meer dan 1260 sedert het virus zijn intrede deed in Suriname. Besmetting met COVID-19 is vaak te wijten aan onverantwoord of nonchalant gedrag, waardoor men besmet raakt of juist andere slachtoffer maakt. Om die reden wordt er steeds nadrukkelijk een beroep op de samenleving gedaan om samenscholingen te vermijden. Houdt u zich aan de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en maakt u zich de Mohana-protocollen eigen. Ontsmet uw handen en ook oppervlakten welke u aanraakt. Doe een mond- en neuskap op en houd waar nodig afstand. Aarzel niet om u te laten testen bij griep of koorts. Nog belangrijker is het dat u zich laat vaccineren. Uw leven is u dierbaar, koester het en waak voor COVID-19. Kijkers, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.